We lopen door de gangen van de kunstacademie Artes in Zwolle. Een plek die voor Melanie Kranenburg en Niek van Ooyen erg bekend is. Tot vorig jaar waren ze hier studenten. Als afstudeerproject hebben ze samen met het Radboud UMC een stripboek gemaakt over mantelzorg in de laatste levensfase. Het boek gaat over mantelzorgers. En dan specifiek mantelzorg in de laatste levensfase. Waarin mensen eigenlijk al weten dat ze komen te overlijden. Wat we willen doen in een soort van opdracht van het Radboud UMC is om juist die mantelzorgers daar iets meer aandacht aan te besteden. En de mantelzorger die wordt dan een beetje toch aan de kant gezet, terwijl die eigenlijk ook heel erg heftige dingen doormaakt. Ja, dus het is niet per se voor jong of oud, maar gewoon degene die geïnteresseerd is in het onderwerp of degene die mantelzorger is of patiënt is of ermee te maken krijgt. Melanie en Niek hebben patiënten en betrokkenen bezocht ter versterking van hun verhaal. Ja. We zijn zelf ook een aantal keer mee geweest. Ik ben bij een patiënt thuis geweest. Of ik heb met een oncoloog gesproken om een beetje te ervaren hoe dat dan is. Ik heb patiënten met CRPD en zware astma, eigenlijk beperkingen aan hun longen bezocht die aan het revalideren waren. Om ook een beetje te kijken naar die mensen, hoe is het leven voor hun, hoe zien ze eruit, hoe bewegen ze om een beetje zo goed mogelijk eigenlijk mijn eigen figuur in dat verhaal zo over te laten komen, geloofwaardig over te laten komen. Ernstig ziek zijn en niet meer beter worden. Het komt helaas iedere dag voor. Afschuwelijk voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger in deze situatie. Ik sprak af met een mantelzorger op de plek waar ze altijd met haar zieke schoonzusje ging wandelen. Ze vertelt me daar hoe die tijd voor haar was. Ik heb voor een stukje voor mijn schoonzusje gezorgd. En zij was dezelfde leeftijd als ik heb. En we hebben altijd heel veel samen gedaan. En veel gelachen, veel gehuild, veel plezier gemaakt. Toen ging ze naar de dokter en toen dachten ze dat ze Parkinson had. Maar dat was niet zo. Het was wel een Parkinsonisme. Maar er werd later uitgehaald dat ze MSA had en dat tastte al haar spieren aan. Toen het zover was dat zij in haar huishoudelijke taken niet meer zoveel kon, had ik op bedacht om te zeggen van ik wil je best wel eens een keertje komen helpen, maken we er een leuke middag van en dan is dat gewoon hartstikke prima. En dat vond ze fijn, dus zo is het eigenlijk gekomen. Wij gingen samen dingetjes doen die zij nog kon en die ik dan deed. En naarmate het weer verder ging met haar gezondheid en het eigenlijk toch wel bergafwaarts ging, kwamen er steeds meer taakjes bij. En ging ik ook op de dinsdagavond, wanneer haar man naar een kaartclubje ging, dat wij samen leuke dingen deden. In het boek Naasten van Melanie en Niek komt naar voren dat er al wordt gesproken over het naderende einde en de uitvaart. Een bekende situatie, ook voor Diri. Hij had eigenlijk, toen was ze nog niet eens zo heel erg ziek, maar toen was wel de diagnose gesteld dat ze niet een heel lang leven zou kunnen leiden. Dat ze zoiets had, ze wilde alles wel graag op papier als ze zou komen te overlijden van wat zij graag wilde. En toen zei ze op een avond tegen mij van, Diri, ik wil nu graag achter de computer, want dan kun je opschrijven wat ik allemaal wil. En toen zei ik, goh, wil je dat dan nu al? Je bent nu toch eigenlijk, ja, maar dat geeft mij rust, zei ze. Het was gewoon heel goed om te doen en heel fijn ook. En ook dat je dingen voor iemand kan doen die dat gewoon zelf niet kan. En dat je dan ook beseft wat je zelf hebt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het mooie van mantelzorgen.